Goedemorgen allemaal. Welkom bij het MKB-webinar over trends in de internationale economie na COVID-19. Mijn naam is Freek Faber van het World Trade Center Twente. Ik ben vandaag niet alleen. Mijn co-host, of in hippe termen, sidekick, van het webinar is Cindy Marsman van Novelty. Cindy vertelt je zo direct nog over haar rol vandaag. Speciale gast is trendwatcher des vaderlands Ajit Bakas. Goedemorgen, goedemorgen. Ontzettend leuk om weer op te treden voor jullie. Wij ook, wij verheugen ons zeer daarop. Je neemt ons vandaag mee in jouw voorspellingen als het gaat om de internationale economie op het gebied van productie, handel, transport en logistiek en duurzaamheid. We wachten vol spanning af naar jouw verhaal. En voordat het verhaal begint, starten we met een filmpje als inleiding. Het filmpje dat we nu gaan zien, dat is heel viraal op dit moment op internet. Dat is het verhaal van een vader die in 2050 aan zijn zoontje een verhaaltje vertelt voor het slapen gaan. En dat gaat over, de pest van 2020. Kijk maar. Tell me the one about the virus again, then I'll go to bed. But my boy, you're growing weary, sleepy thoughts about your head. Please, that one's my favorite. I promise, just once more. Okay, snuggle down, my boy, though I know you know full well. The story starts before then, in a world I once would dwell. It was a world of waste and wonder, of poverty and plenty, back before we understood why hindsight's 2020. You see, the people came up with companies to trade across all lands, but they swelled and got much bigger than we ever could have planned. We'd always had our wants, but now it got so quick. You could have anything you dreamed of in a day, and with a click. We noticed families had stopped talking. That's not to say they never spoke, but the meaning must have melted, and the work-life balance broke. And the children's eyes grew squarer. And every toddler had a phone. They filtered out the imperfections, but amidst the noise, they felt alone. And every day the skies grew thicker, till you couldn't see the stars. So we flew in planes to find them, while down below, we filled our cars. We'd drive around all day in circles. We'd forgotten how to run. We swapped the grass for tarmac, shrunk the parks till there were none. We filled the sea with plastic, because our waste was never capped, until each day when you went fishing, you'd pull them out, already wrapped. And while we drank and smoked and gambled, our leaders taught us why. It's best to not upset the lobbies. More convenient to die. But then in 2020, a new virus came our way. The governments reacted and told us all to hide away. While we all were hidden, amidst the fear, and all the while, the people dusted off their instincts. They remembered how to smile. They started clapping to say thank you, and calling up their mums. And while the car keys gathered dust, they would look forward to their runs. And with the skies less full of voyagers, the earth began to breathe, and the beaches bore new wildlife that scuttled off onto the seas. Some people started dancing. Some were singing, some were baking. We'd grown so used to bad news, but some good news was in the making. And so when we found the cure, and were allowed to go outside, we all preferred the world we found to the one we'd left behind. Old habits became extinct, and they made way for the new. And every simple act of kindness was now given its due. But why did it take a virus to bring the people back together? Sometimes you've got to get sick, my boy, before you start feeling better. The floor is yours, Ajit. Laten we het gewoon even gaan hebben over wat dit gaat doen. Dit filmpje laat een paar dingen zien. Kijk, laten we elkaar niet voor de gek houden. De afgelopen 20, 30 jaar is de mensheid enorm vooruit gegaan. Alleen al de afgelopen 25 jaar hebben 1 miljard mensen de armoede achter zich kunnen laten en de middenklasse ingekund, dankzij de magic mix van globalisering, vrijhandel, kapitalisme,
technologie, digitalisering en fossiele brandstoffen. Dat alles bij elkaar. We kunnen nu over de hele wereld, we hebben geweldige supply chains opgebouwd. Maar, en daardoor hebben we, kunnen we van alles voor hele lage prijzen kopen. Een voorbeeld. In een elektrische tandenborstel, daar zit een supply chain in die zich over 25 landen uitstrekt. Maar daardoor koop je een elektrische tandenborstel nu voor 30 euro bij iedere willekeurige winkel. En dat kan. Dat is briljant. Het is briljant georganiseerd. Maar degene die die hele supply chain bedachten en zo organiseerden, hielden er geen rekening mee dat één van die landen zo af en toe zijn luchtruim zou kunnen sluiten. Of dat de havens dicht zouden kunnen gaan. En dat is wat nu gebeurt. Dus een van de eerste grote veranderingen die we gaan zien, is dat die hele lange supply chains ontmanteld gaan worden, dat ze ingekort gaan worden en dat ze regionaal worden. Het tweede wat we ook gaan zien is een vorm van reshoring. Dus dat een deel van industrie terugkomt uit China en of terugkomt naar Nederland of verplaatst wordt naar andere Aziatische landen zoals India of Thailand of Vietnam. Want lieve mensen, dit virus is niet zomaar voorbij. Dus een deel van industrie wordt verplaatst. En het tweede, voor de mensen onder jullie die in de logistiek zitten, we zullen gewoon gaan zien dat die supply chains gaan veranderen. Ik denk dat de supply chains korter en regionaler worden. En dat, dat het just-in-time management dat niet meer kan. Maar dankzij just-in-time, dankzij JIT, konden wij de dingen zo goedkoop krijgen. Dus dat betekent dat heel veel producten duurder gaan worden. Dat hoort er nu een keer bij, die worden duurder. Maar dat is niet anders. Het tweede wat we gaan zien is dat de digitale transformatie nu veel sneller gaat dan voorheen. Voor de anti-5G gekjes die tegen 5G zijn, jongens, weet je hoe ze ook tegen 4G waren. Maar wij kunnen nu met z'n allen wonen en werken en van huis uit werken dankzij dat 4G-internet. En nu krijgen we 5G, dat gaat allemaal nog beter en daarna komt 6G. Dus ik zou zeggen, lieve mensen, laten we die technologische revolutie nu omarmen. Laten we die digitale transformatie nu gaan omarmen. Voor degenen onder jullie die in de IT zitten, jongens, jullie zijn de winnaars van deze crisis. De technologie, de IT, die gaat het enorm goed doen. De volgende winnaar is de overheid. Je ziet dus dat de overheid belangrijker is dan ooit. Wij MKB'ers hebben nu gewoon financiële steun nodig van de overheid die ons helpt salaris van ons personeel te betalen, die ons helpt met van alles, subsidies en ga maar even door. Dus die hele overheid wordt ontzettend belangrijk. En tegelijkertijd, doordat de overheid zich nu met bedrijven gaat bemoeien, zoals de overheid die nu de KLM overeind houdt, krijgen we een vorm van staatskapitalisme. Staatskapitalisme is in Azië normaal. In China, in Zuid-Korea, in Thailand, overal heb je staatskapitalisme. De overheid die het bedrijfsleven enorm ondersteunt en coacht, ermee in investeert en daar van alles mee doet. Maar tegelijkertijd, dat is wel heel mooi, maar voor de crisis stonden de kranten elke dag vol van het slecht functionerende overheidsapparaat, van toestanden bij de Belastingdienst, denk maar aan de toeslagenaffaire, tot in de asielketen, tot het CBR, dat de rijbewijzen niet aankon. Die overheidsbureaucratie, die functioneerde ontzettend slecht voor de coronacrisis. Dus degene die de overheid nu kunnen gaan helpen om beter te gaan functioneren, dat zijn de volgende winnaars. Professor Wim de Ridder, die hoogleraar is aan de Universiteit Twente, die becijferde dat bedrijven als Amazon en Google al het overheidswerk, alle overheidstaken voor de helft van de prijs kunnen overnemen. En dat komt omdat ze slimmer werken. Maar ik denk niet dat de overheid zijn taken over moet doen aan Amazon en Google. Ik denk dat de overheid moet gaan leren van dit soort bedrijven om slimmer te gaan werken met artificiële intelligentie, facial recognition en alles. Dus dat moet gaan gebeuren. Dus degene die de overheid kunnen gaan helpen om zijn overheidsbureaucratie slimmer en beter te organiseren, gericht op staatskapitalisme, die zijn de winnaars. Het tweede blokje gaat over China.
het wantrouwen vanuit de hele wereld tegenover China aan het groeien is. Japan betaalt Japanse bedrijven om fabrieken uit China terug te halen naar Japan. De reshoring. Je ziet ook dat steeds meer bedrijven fabrieken verplaatsen vanuit China naar India, Vietnam en andere landen. Of weer terughalen naar Europa en Amerika. Dat zien we dus ook gebeuren. Aan de andere kant, China heeft hele diepe zakken. De Chinese staat is de rijkste ter wereld, omdat China alleen grond in erfpacht uitdeelt. Je kunt nooit grond kopen. Maar met als onderpand die grond, kan de Chinese staat wereldwijd zoveel geld lenen als ze willen. Dus ze hebben hele diepe zakken. Je ziet dat dus ook. China koopt van alles op. China koopt bedrijven op. China koopt hele regio's op. Het Nederlandse vakantiehuizenconcern Topparken is deze week verkocht voor 2 miljard euro aan China. En er gaat nog veel meer gebeuren. Chinezen zullen ook in het oosten van Nederland interessante bedrijven willen opkopen. Dan is weer mijn vraag wat jullie willen. Vinden jullie dat oké? Of zeggen jullie nee, dat willen we niet? De overheid in het oosten van Nederland moet bedrijven die eventueel overgenomen worden, financieel gaan stutten met belastinggeld, om te voorkomen dat vitale bedrijven in Chinese handen komen. Ik weet niet wat er precies gaat gebeuren. Ik zie wel dat het wel een trend is. Ze kopen veel op, maar er zijn ook steeds meer mensen die daar tegen zijn. Die zeggen, dat moeten we niet doen. Maar China als de enige grote fabrikageplek ter wereld, dat zal verbreed worden. Je ziet dus ook dat we in tijden van nood willen we voor mondkapjes niet meer afhankelijk zijn van China. Die willen we gewoon zelf in Nederland produceren. Dus dat gaan we dus verder ook wel zien. Dat was dus het tweede blok, Cindy. Ja, mooi. Dat is een goede timing, Ajit. Ik heb een paar vragen die ik aan je zou willen voorleggen. Of de duurzame agenda, zoals de Sustainable Development Goals, de duurzaamheidsagenda die we met elkaar hebben bedacht, of dat op dit moment, of je voorziet dat die versneld uitgerold gaan worden? Nee, want eigenlijk zie je ook die hele Green Deal van Frans Timmermans, die 1000 miljard zou moeten gaan kosten. Er gaat nu al 1000 miljard in dat coronagat zitten. Ik heb in mijn inburgeringscursus geleerd, je kunt een euro maar 1 keer uitgeven. Dus als er nu 1000 miljard beschikbaar is en dat gaat in het coronagat, hoe wil je daar dan nog een Green Deal van financieren? Door geld te gaan bijdrukken, dan krijg je inflatie. Dus het geld is op. Het is op, jongens. Dus ik denk dat dat dus wel enorm gaat meevallen. Maar tegelijkertijd denk ik dat we wel wakker worden. Kijk, wereldwijd is de energietransitie naar gas. En verder zien we dus dat kernenergie ook weer opkomt. Rolls-Royce heeft in Engeland mini-kerncentrales ontwikkeld. Die gebruikten de Engelsen voor hun onderzeeboten. Die worden nu op land gebouwd. Dat betekent dus dat ieder dorp, ieder stadje zijn eigen mini-kerncentrale kan hebben met goedkope energie, zonder CO2-uitstoot. Dus ik zou zeggen, onmiddellijk doen. Onmiddellijk doen. Maar het leuke van crisis, denk ik, het Chinese woord voor crisis bestaat uit 2 karakters. Kans en bedreiging. Dus we zien nu enorme kansen voor mensen die met slimme oplossingen gaan komen. En die komen. Oké, dankjewel. En dan heb ik nog tot slot een vraag over ons oude of ons consumptiegedrag. We worden nu even met onze neus op de feiten gedrukt. Ook doordat de import vanuit China bijvoorbeeld stilvalt. Verwacht je dat we straks ons oude consumptiegedrag weer gaan hervatten? Ja en ook nee. Ook bijvoorbeeld als het gaat om het gebruik van vliegtuigen. Ik denk ja en nee. Kijk, wat ik van de luchtvaartmaatschappijen hoor, dat in de toeristenklasse de stoelen in het midden, die moeten leeg blijven. Dat betekent dat een derde minder tickets verkocht kunnen worden. Dat betekent dus dat tickets 30% duurder gaan worden. Maar ik denk dat we wel weer gewoon op reis gaan. Hoor. Dus ook al zijn die tickets 30% duurder. Maar ik denk voor 20 euro naar Milaan, dat zal niet meer kunnen. Ik denk dat dat soort tickets tot het verleden behoren. Maar vergis je niet, doordat we blijven consumeren, houden we wereldwijd mensen aan het werk.
En dat vind ik wel, dat vind ik op zich wel goed. Daarom zeg ik ook, blijven consumeren. De mensen roepen dat die dat we niet meer moeten consumeren. Vrouwenkul, dan valt het bedrijfsleven overal stil. Blijven consumeren, maar hou rekening met een paar dingen. De belastingen gaan omhoog. Want de overheid moet dit terug gaan verdienen. Minister Hoekstra geeft nu 92 miljard uit om het aan de coronacrisis. Die 92 miljard moet straks op een of andere manier weer opgehoest worden. We zullen het waarschijnlijk wel over 100 jaar gaan uitsmeren. Maar de belastingen gaan omhoog. Dus dat betekent dat de mensen minder geld te besteden hebben. En de afgelopen 20 jaar is het besteedbaar inkomen van Nederland dus lager geworden door de lastenverzwaringen. De lastenverzwaringen die zijn er al en die komen er straks weer aan. Dus mensen hebben straks minder geld te besteden. En daardoor zullen ze wel iets minder gaan consumeren, ja. Oké, dankjewel. Voor nu even de afsluiting van dit blok. Oké, dan gaan we naar het laatste. Dat zijn eigenlijk nog een paar slotopmerkingen over de toekomst. Wat we ook naar moeten gaan kijken is in tijden van epidemieën trekken mensen uit steden naar het platteland. In de middeleeuwen, Freek weet dat beter dan ik, in de middeleeuwen trokken mensen tijdens de pestepidemie van de stad naar het platteland. Dat heet rurbanisatie, hè? Return from urban areas. Dat gebeurt nu ook. In New York zien we dat al, dat is het epicentrum van de corona-epidemie in Amerika. In New York zien we al dat stedelingen een deel van hun huizen beginnen te verkopen en hun huis op het platteland kopen in de staat New York en van daaruit digitaal blijven werken, online blijven werken in de stad. Reshoring wordt dus daarmee aangevuld met rurbanisatie. Dus we krijgen twee R'en. En ik ben zeer benieuwd of ook de overheid in het oosten van Nederland, zitten er misschien mensen in de zaal van de provincie Overijssel of de provincie Gelderland of van een van de gemeenten. Wat denken jullie? Wat gaan jullie doen als mensen uit Amsterdam en Rotterdam straks asiel zoeken bij jullie en die zeggen, wij gaan ons daar vestigen en we blijven online werken in de Randstad? Ik zag al, volgens mij in december, al de cijfers van het CBS, dat de achterhoek van een krimpregio al was veranderd in een groeiregio, omdat heel veel, vooral 50-plussers uit de Randstad, zich in de achterhoek zijn gaan vestigen en van daaruit online werken in de Randstad. Als die trend nu vergroot wordt, hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we daarmee om met ruimtelijke ordening, met bouw, met bouwprojecten? Ik denk dat het grote, grote gevolgen gaat hebben voor de bouw. En ik ben heel benieuwd hoe dat opgepakt gaat worden. Maar grote kansen en consequenties voor de bouw. Bedankt Ajit door deze reis die je met ons meenam, Inderdaad interessante vragen, maar ik heb ook een aantal ondernemers gevraagd om specifiek te reageren. Dan gaan we eerst. Lisette verzorgt de techniek en ik hoor eerst dat Willebrord Woertman op het podium komt. Willebrord, je hebt veel ervaring in Azië, onder andere in Japan. Je hebt dat gehoord ook. Hoe zie jij de relatie met Europa, Azië? Wat zie je daar veranderen voor jouw branche? Zit in de food packaging en processing. Misschien kunnen we tussendoor anders nog even een vraag doen uit het publiek. Pak jij dat op, Cindy? Ja. Want ik zie hier, je noemde net de rurbanisatie. Nou, dat is voor een regio als de onze wel heel relevant. Dus dat we mogelijk bedrijven ook zien verplaatsen. Zie je die verschuiving ook echt in Nederland plaatsvinden? En hoe kunnen we daar dan ook maximaal van benutten? Moeten we bijvoorbeeld veel snellere verbindingen gaan realiseren met de Randstad? Kun je daarop reageren? Kijk, wat je nu ziet. Rurbanisatie, Google die ziet dat beter dan ik, want Google die houdt dat over de heel Europa bij. En ik hoor van mijn bronnen bij Google, die zeggen, die rurbanisatie zien we nu al in Zuid-Europa. In Italië zien we dat al de mensen verlaten de steden en gaan naar het platteland. In Frankrijk zien we dat, in Spanje zien we dat al. In Nederland hebben we dat nog niet op grote schaal, behalve dus naar de Achterhoek, van de Randstad naar de Achterhoek. Dat is volgens het CBS al heel lang gaande. En dat is, daardoor is, maar in andere regio's hebben we het nog niet, maar die regio's moeten zich gaan marketen. Kijk, het mooie, als je nou even kijkt naar deze corona-epidemie. Welke provincies zijn het minst getroffen
Friesland, Groningen, Drenthe, in die drie provincies die dun bevolkt zijn, daar hebben heel weinig mensen zijn getroffen door corona. Heel weinig doden in vergelijking met andere regio's. Dus als ik marketeer voor Noord-Nederland was, zou ik inderdaad nu onmiddellijk gaan roepen, jongens, wil je coronavrij wonen? Kom naar ons. Voor de cijfers in Oost-Nederland, die ken ik op dit moment niet. Maar bijvoorbeeld Brabant heeft echt een probleem. Brabant is gewoon de provincie met de meeste gevallen. En waarschijnlijk is daar toch veel meer aan de hand dan wij denken. Dus ik zou zeggen, ga in Oost-Nederland even verzamelen. Je munitie, je feiten, je cijfers. En als je dat op orde hebt, dan zou ik een offensief gaan beginnen. Om jezelf in de markt te zetten met een soort city marketing of regio marketing. Nou, daar gingen meerdere vragen over. Ik zie ondertussen dat Willibrord daar is. Ik geef jou graag het woord, Willibrord. Hallo, goedemorgen. Willibrord Woertman, ik ben de algemeen directeur van CELO. Ik kwam er wat moeizaam tussen, maar het is nu gelukt. Er werd mij ook net de vraag gesteld hoe ik aankijk tegen de samenwerking met Azië. Wij hebben binnen CELO hebben wij een nauwe samenwerking met Omori. Omori is een van onze mede-aandeelhouders. Dat is een Japans bedrijf. Wat op dit moment eigenlijk enorm kampt met de problemen die ze hebben met hun locaties in China. Waar eigenlijk een deel van de productie gemaakt werd. En je ziet daar de trend ontstaan dat men eigenlijk inderdaad weg wil uit China. Als wij naar onze eigen situatie kijken in de industrie. Hier in Twente, dan zijn wij als CELO erg blij dat wij de sourcing van onze onderleveranciers doen in een straal van, ja, ik denk 200 kilometer max, maar ik denk dat het merendeel misschien wel op 50 kilometer afstand van ons ligt. Dat was destijds een bewuste keuze vanwege levertijd en levertijdbetrouwbaarheid, omdat wij toch in het proces als zeg maar een fabrikant die heel veel assembleert, sterk afhankelijk zijn van betrouwbare toeleveringen, hebben wij daar ja, eigenlijk door schade en schande wijs geworden voor gekozen om het hier al te doen. En wat prijzen we ons nu gelukkig? Dat wij amper of niet afhankelijk zijn van Azië door de coronacrisis en ook niet afhankelijk zijn van toeleveringen van zeg maar toeleveranciers die in een veel ruimere cirkel om ons heen zitten. En dan moet je denken aan Zuid-Europa of daarbuiten. Waar wij wel door getroffen worden is het omgekeerde. En dat is dat wij natuurlijk onze klantenkring wel wereldwijd hebben. En dat wij nu zien dat we in de continuïteit van ons bedrijf. En wij zijn een bedrijf wat in de voedingsmiddelenindustrie procesinstallaties en verpakkingslijnen bouwt. Dus we zitten heel erg dicht aan het primaire proces. En het primaire proces van voeding en het maken van voedingsmiddelen is eigenlijk iets wat nu prioriteit heeft en ook wat continueert. Alleen nu wil men ook graag onze ondersteuning daarbij hebben. En we merken nu dat het lastig wordt om naar die landen toe te gaan. En wij zijn ons in zeer korte tijd aan het voorbereiden. En we hebben de eerste experimenten ook al gedaan met het werken op afstand in die landen. En dan moet je je voorstellen dat houtje-toutje begint. Met camera's en WhatsApp-calls met monteurs ter plekke. Zijn we nu bezig om ze instructies te geven. In de tussentijd hebben we wat meer techniek gauw naar binnen gehaald, waardoor we wat geavanceerder kunnen communiceren. En ik zie nu, als ik kijk naar de coronacrisis, wat het ons brengt. Dit gaat ons in een enorme stroomversnelling brengen om op afstand te gaan werken. En dan moet je je echt voorstellen dat daar straks mensen rondlopen met een Google Glass-achtige bril op, die bezig zijn met het installeren van lijnen, die daarbij geïnstrueerd worden door mensen van ons die hier achter hun scherm zitten en die op verschillende vlakken ondersteuning kunnen bieden. Wij konden altijd al wel in de PLC's komen, maar wij kunnen nu ook aan de kant van beeldmateriaal mensen begeleiden. En dat wordt nu noodzaak, hè, want wij moeten projecten proberen af te ronden, want uiteindelijk wil die klant verder, maar wij willen ook verder met het project. En wij zien dit nu wat ik al zei, door een crisis die ons daarin dwingt dat te gaan doen, gaat dit nu gebeuren. En dat zijn de goede kanten van de crisis.
Dankjewel. Investeren jullie ook in robotisering? Want ik denk dat de crisis robotisering gaat versnellen. Ja. China heeft bijvoorbeeld gerobotiseerde ziekenhuizen ontwikkeld voor coronapatiënten, zodat het ziekenhuispersoneel niet besmet kan worden. Ik kan me dus voorstellen dat als jullie dit doen, dat je ook meer met robotisering kunt gaan doen. Wij doen al veel met robotisering. En de trend in robotisering was de afgelopen jaren al sterk stijgende, omdat het doen van, ja, laat ik het zeggen, het ongeschoolde werk, de handjes aan de lijn, daarvoor werd het steeds moeilijker om mensen te vinden. Zelfs in Europa was dat een uitdaging om daar nog mensen voor te motiveren. Dat gaf al een flinke impuls aan het automatiseren. En in het verleden werd een robot altijd berekend op het basis van hij bespaart een arbeidskracht. Zoveel euro per maand en zoveel per jaar. En dus mag hij binnen een terugverdientijd van 2 of 3 jaar mag hij er staan. Tegenwoordig is het heel simpel. Ik heb het handje niet meer en ik moet gewoon iets hebben om een productie te continueren. Ja, en daarin is robotisering een hele belangrijke. Ook als wij bijvoorbeeld kijken naar de laatste robots die wij uitgeleverd hebben, daar hebben wij camera's bij opgezet. Af en toe moet zo'n robot iets gefine-tuned worden of iets bijgesteld worden. Nou, daar hebben we nu al het geluk dat daar camera's op zitten en met toestemming van de klant kunnen we die gebruiken om die robots op afstand ook te kunnen verstellen, instellen of opnieuw afstellen. En dat gaat zeker in een stroomversnelling komen. Ja. Ik wou ondertussen de tweede spreker even op het podium vragen, Remke Burie. Remke is zakelijk directeur van het TechMed Center van de Universiteit Twente. En vanuit Twente zijn we bezig met het ontwikkelen van de MedTech cluster. Dit heeft in coronatijd al veel innovaties in de MedTech gebracht. En hoe zie jij de toekomst na corona in algemene zin en hoe kan Twente zich specifiek internationaal op het gebied van MedTech profileren? Remke. Ja, als het goed is ben ik er ook bij. Nee, ik herken me in heel veel zaken die genoemd zijn. Dit is een crisis met een ziekte die we voorlopig niet kwijt zijn. Het kan nog jaren duren. Ook vanuit onze medische contacten horen we dat, zien we dat. En dat gaat ook van ons allemaal ander gedrag vereisen. Veel meer creativiteit, maar ook flexibiliteit in je eigen bedrijfsvoering. Waar mogelijk digitaal en op afstand, maar ook als het even kan, snel de fysieke dingen oppakken in bijvoorbeeld de universiteit en in de labs. Omdat je zal zien dat je periodes hebt op een volgende manier. Je mag iets harder praten, Remke. Oké, meerdere keren per jaar dat je open en dicht moet gaan als bedrijf. Medische technologie is inderdaad een groeigebied op dit moment. Wij zaten vanuit Twente al in een groei. In Nederland hadden we nog wel eens discussies van is medische technologie nou goed of niet goed voor de gezondheidszorg? De overheid, met name vanuit de gezondheidsministerie VWS, zat nog wel eens op het punt dat technologie de boosdoener was van de zorgkosten. Dat is over. Medische technologie is nu evident, door iedereen wordt gezien als een essentiële oplossing voor de toekomst om het beheersbaar te houden in kosten en in menskracht. Dus dat maakt dat we inderdaad veel, dus deze crisis biedt ons als sector kansen. Dus daar moeten we zorgen dat we goed de handen ineen slaan, dat we duidelijk samen optrekken, ons samen positioneren. Zowel vanuit de regio, maar ook landelijk en ook internationaal. En daar hebben we goede kansen. Dus bijvoorbeeld op het gebied van robotisering, wat net genoemd werd. Wij coördineren vanuit de Universiteit Twente een groot Europees netwerk. En de Europese Commissie geeft ons op dit moment echt miljoenen extra voor allerlei calls op het gebied van medische robotica. Om dat versneld in te zetten voor de korte en middellange termijn. Maar we zijn natuurlijk ook bezig met onderwerpen als de digitalisering van zorg. Zorg in de thuissituatie bieden. Antwoorden geven op eenzaamheid. Onze nanotechnologie in de regio met allerlei sensoren en detectoren. Voor vroege opsporing van ziektes. Dus er zijn heel veel kansen die ik zie. Waarbij we vooral vanuit de regio echt slim moeten samenwerken. Samen positioneren, kennis delen, de partijen die ervaring hebben,
in de medische sector of ingangen in nieuwe markten, marktgebieden, in landen. Laat die ook de anderen helpen. Want ook daar zie je dat een heleboel bedrijven die in de slimme maakindustrie bijvoorbeeld zitten, zich nu ook gedeeltelijk ombuigen om ook die supply chains in Nederland beter op orde te krijgen. Maar de medische markt is wel een moeilijke markt, normaal gesproken. Het is allemaal nu iets flexibeler. Dus dat kan een kans bieden voor de korte termijn. Maar wil je daar middellange termijn wat aan hebben, dan moet je zorgen dat we als een soort lerende community ons gaan opstellen daar. Ja. Dankjewel Remke voor deze input en reactie. Remke, mag ik jou bedanken en ook Willibrord. En dan ga ik even weer terug naar Cindy. Want misschien is het wel aardig om te kijken wat de uitslag van de poll is. Of dat er nog andere vragen zijn. Er is nog een vraag binnengekomen van Sander. Hij vraagt of we niet naar een businessmodel moeten gaan van investeren in de zorg naar investeren in gezond zijn. Nou, dat is al heel vaak geprobeerd. Maar de zorgverzekeraars willen er niet aan. Want kijk, ik denk ook dat ziektepreventie beter is dan ziekte genezen. Maar het businessmodel van zorgverzekeraars is dat zijn schadeverzekeraars. En alle schadeverzekeraars die verzekeren schade. En die kijken niet naar preventie. En de burgers zijn ook niet zo geïnteresseerd in preventie. Want op zich, we weten nu, we moeten investeren in ons immuunsysteem. Dus gezond eten, bewegen en gezond leven. Tuurlijk, we weten dat nu. Met een beter immuunsysteem voorkomen we dat we dit virus of andere ziektes krijgen. Dus daar moeten we aan gaan doen. Maar dat betekent dat het hele businessmodel van die hele zorg moet gaan veranderen. En dat is een revolutie. Het mag van mij morgen beginnen. Maar ik heb ook bij de vorige kabinetsformatie gezegd, jongens, je moet de ministeries van Landbouw en Volksgezondheid fuseren tot één ministerie voor Food and Health. En dan kun je dat gewoon goed doen. En toen zei Mark Rutte tegen me, Ajit, die zorgsector doet 80 miljard per jaar. Food ook zoiets. Dan hebben we één superministerie dat 20% van de economie doet. Dat wordt dan een soort staat in de staat. Dat wordt dan in termen van machtsverhoudingen wordt dat een beetje lastig. Maar goed, daarom zit ik ook niet in de politiek. Maar ik bedenk gewoon de oplossingen. Cindy, heb jij nog wat uit de polls te melden? Iets opmerkelijks? Anders, ik ben eigenlijk wel benieuwd naar wat Ajit vindt van het meest positieve effect van de coronacrisis voor deze wereld. Nou, ik zie een vraag nu van iemand dus dat over deglobalisering. En dat het voelt als een slappe stap terug. Ik vind dat niet. Ik denk dat globalisering niet helemaal ontmanteld wordt. Ik denk dat het langzamer wordt. Ik noem dat globalisering. Dat klinkt wat positiever. En ik spreek ook over karmakapitalisme. We moeten nu gaan ondernemen op een manier die goed is voor onszelf en voor de samenleving. Dus karma, zoals we dat in India noemen. Gewoon goed voor je karma. Karmakapitalisme, dat is denk ik, dat zag je ook in dat eerste filmpje. Eigenlijk komt dat neer op karmakapitalisme. En dat vind ik een goeie. Ik ga langzaamaan toewerken naar een afsluiting van het webinar. We sluiten straks af met een filmpje, zoals aangegeven, maar eerst nog een paar huishoudelijke mededelingen. Op donderdag 28 mei staat het volgende webinar gepland in deze reeks. Het onderwerp van het webinar is personeelsmanagement in onzekere tijden. Op de website van Novelty vind je meer informatie en kun je ook direct aanmelden. Op internationaal gebied kan je op dezelfde 28 mei ook inschakelen op het webinar over zakelijke kansen in Sub-Sahara-Afrika, met focus op Nigeria, Kenia en Zuid-Afrika. Meer informatie vind je op de website van het World Trade Center en op de website van Go4Export en in de mail die je na afloop ontvangt. Mocht je nu al een idee hebben waar je eens over wilt sparren, er zijn genoeg zaken voorbijgekomen, loop je ergens in vast of heb je behoefte aan specifieke support, laat het ons weten. Hier ziet u de contactpersonen die je kan benaderen met je vragen. Ze zijn ook te vinden in de mail die u na afloop van deze kick-off ontvangt, zoals ook van de partners van World Trade Center. Iedereen bedankt voor jullie aandacht en graag tot een volgende keer.